De titel van mijn column is Zon en Wind. Tijdens mijn verblijf in Kathmandu bleef ik via internet op de hoogte van het wel en wee in Nijmegen en omgeving. Ik viel een paar keer van mijn stoel van verbazing over het politiek gekluns in stad en omlanden. Neem Beuningen. Daar had collegepartij Beuningen nu en morgen per direct de samenwerking met coalitiepartijen opgezegd. Uit de woorden van de fractievoorzitter van Beuningen nu en morgen begreep ik dat er wat problemen waren. Iets met zon en wind. In Kathmandu was ik omringd door boeddhistische mantra's waarin de elementen zon en wind erg belangrijk zijn. Ik snapte er geen hout van hoe die boeddhistische principes het politieke leven in Beuningen zo op zijn kop konden zetten. Ik had het totaal verkeerd begrepen. De chemie tussen de partijen was weg. Zonnepanelen en windmolens zorgden voor ruzie, roddel en achterklap. Oftewel water en vuur. Dat is toch even wat anders. Ook in de gemeente Heumen was het flink hommerisch. Wethouders dreigden met opstappen. Er volgde een heftige discussie in de raad tot ver na middernacht. Wat dacht je wat? Ze mochten blijven zitten en een andere wethouder werd naar huis gestuurd. Dat is toch allemaal niet meer te snappen voor een normaal mens? Over twee jaar zijn er weer verkiezingen. Worden er weer beloften gedaan over transparantie en dicht bij de burgers staan. De praktijk is een stuk weerbarstiger. Zelfs de burgemeester van Heumen vroeg zich afgelopen week in de pers vertwijfeld af of er nog iets is van een gezamenlijke toekomst. Dan moet je je toch diep schamen als raad. In Wiege heeft oppositiepartij Wiege Lokaal weinig sympathie voor collegepartij Kernachtig Wiege. Dat kan en mag in een lokale democratie. Maar voer dan een inhoudelijke discussie in de raad en nergens anders. Nee hoor. De fractievoorzitter van Wiege Lokaal stuurt een ingezonden brief naar het huis aan huisblad van Wiege. Waarin hij verklaart zich besodemieterd te voelen door huichelpartij kernachtig wiegen. In het plaatselijk suffertje. Wat een niveau. Maar vlak Nijmegen ook niet uit. De verhouding tussen SP en GroenLinks is niet meer wat het geweest is. Wat heet? Er zitten scheuren in het eens zo machtige bastion. Ze zitten al jarenlang broederlijk en zusterlijk. Naast elkaar in de college en raadsbanken, maar de laatste tijd wordt er over sommige dossiers tegengesteld gedacht. Over en weer verwijten. Maar gelukkig is daar Tobias van Elferen, fractievoorzitter van D66. Doodleuk verklaart hij in de krant dat hij zich al geruime tijd een soort oliemannetje voelt om de chemie tussen SP en GroenLinks een beetje in stand te houden. Wat een triestigheid zit je als fractievoorzitter van een respectabele partij al lang in de raad van Nijmegen heb je oliemannetje op je visitekaartje staan ik hoop voor de raadsfracties in alle gemeenten dat er veel zon en veel wind komt anders schiet het natuurlijk voor geen meter op met de door henzelf opgestelde klimaatdoelen voor de onderlinge verhoudingen hoop ik op figuurlijk veel zon en weinig wind.